We zien de laatste dagen dat er heel veel wordt gesproken, Abra. Salpsa, ik kreeg zelf gisteren apps uit Nederland, want daaruit volgt men de zaak ook. Salpsa, NPS, omdat ik praat hier naar verkiezingen en kom. Er is een heleboel discussie over dat punt. En het gaat erom dat we hebben gezien dat het onafhankelijk kiesbureau, die met partijen OKB, het behoort onafhankelijk te zijn, ja. Die moet partijen registreren die mee gaan doen aan de verkiezingen. De NPS, namelijk ook Oeroepartij naar Kondrevoen en Hono, zijn die actief. 78 jaar dit jaar. Wij hebben met elke verkiezing in dit land meegedaan. Onze statuten stammen af van de periode 1946. Over een paar jaar is het 100 jaar. Wat er is gebeurd is dat in 1987 er een decreet is gekomen voor politieke partijen. Daar zijn er een aantal regels aangegeven waaraan je zou moeten doen om mee te doen met verkiezingen. In 2019 heeft er een aanpassing, aanvulling plaatsgevonden van die regels. Wij als NPS hebben in 2020 op basis van onze toen bestaande statuten, want ik praat hier na verkiezing. We zijn goedgekeurd, geregistreerd door het OKB, we zijn geregistreerd door het CHS. Ergens in november 2020 worden de statuten die wij hadden aangepast, goedgekeurd door de president, en gepubliceerd in het Staatsblad. Dat betekent dat dan vanaf dat moment onze statuten zijn aangepast. Maar de issues waar het om ging toen waren termijnen die te maken hebben met het uitschrijven van vergaderingen. Je weet, die termijnen waren toen heel lang. Als je hoort van congres naar IT-wiki in Wakti, voor ze kan we dat congres, we hebben dat teruggebracht naar 4 weken. Dat soort issues. En we zijn daarmee natuurlijk, hebben we de nieuwe statuten geaccepteerd gekregen en wij dachten natuurlijk op basis van de wet. Want ter iets statuut change in herregistreren. En we zijn in februari hebben we een schrijver gestuurd naar het OKB voor herregistratie. Tot enkele weken terug, wanneer er niks voor de man. Wij hebben acties ondernomen, we hebben schrijver gestuurd. En gevraagd van Sijfza, tegen Sijfza, de man nodig NPS uit. Mijn vader af, Masra Pichot, naar het toetrasma, voor de arki, sak OKB etaki. OKB legt ons aan uit dat de statuten voor UNO niet voldoen aan de wetgeving. Onder andere het decreet politieke partijen. Vervolgens hebben wij gezegd van mij net een risico. Mijn taktam in kiezen zwart op wit. Omdat op basis daarvan kunnen we verder handelen. Want die wie ik de actie de man begint tegen dat ja maar dat doen we taki. Dat is een probleem. In ieder geval het besluit of eigenlijk meer dat kan een besluitschrift noemen omdat er niet gestemd is. Maar goed. Het OKB, laat het zo zeggen, de vertegenwoordiger, heeft ons een schrijver gestuurd waarin wordt aangegeven dat in onze statuten een regel zou moeten zijn waarbij aangegeven wordt dat NPS, op produceren van beginselprogramma en wat verkiezingsprogramma voor elke verkiezing. Dat is die regel die erbij moet zijn. Het is voor ons een totaal nieuwe issue. Nogmaals, remind you, wij zijn geregistreerd in 2020 door zowel OKB als CHS. Deze issue was geen issue vanaf 1987 waar we al mee hebben gedaan met alle verkiezingen tot vandaag. Dus we kunnen zeggen van, het is een hele nieuwe issue die aan de orde wordt gesteld, maar we doen het door. We hebben ook juristen ingeschakeld natuurlijk.
We hebben ook juristen gehoord in hun commentaren. En waar het op neerkomt, is dat het OKB niet bevoegd is om statuten van partijen te toetsen. Houd u vast daaraan. Het OKB heeft volgens de wet duidelijke richtlijnen waarlangs ze moeten werken om een partij te registreren. En laat duidelijk zijn, de NPS heeft gedaan wat volgens die wetgeving is aangegeven. Alles is ingediend bij het OKB. Dus om te zeggen dat de NPS op basis van een ander artikel niet gerechtig is of niet in gelegenheid gesteld kan worden om geregistreerd te worden, daar kunnen wij als NPS niet in meegaan. Wij zullen dus het OKB ook laten weten wat onze mening is. Zou je praxeren aan wat historie dat is? Ik heb zoiets van Takikba, OKB met de bevoegdelijke statuut voor partij. Trouwens, dan is het OKB boven de president, die die statuut heeft goedgekeurd, en het ministerie van Justitie in 2020. Decreet Politieke Organisaties is een wet die in 1987 tot stand is gekomen. Het is in 2019 gewijzigd. Bij de wijziging in 2019 zijn er bepalingen daarin een artikel opgenomen dat aangeeft dat een politieke organisatie in 3 gevallen zich opnieuw dient te registreren. Welke zijn die 3 gevallen, situaties? 1. Wanneer een politieke organisatie 2 achtereenvolgende verkiezingen niet heeft deelgenomen. Dat is de eerste situatie. Tweede situatie waarin een politieke organisatie zich opnieuw moet registreren bij het OKB, is wanneer hij of zij een statutenwijziging ondergaat. Derde situatie is wanneer een politieke organisatie haar huishoudelijk reglement wijzigt. De politieke organisatie waarover u heeft recentelijk haar statuten gewijzigd, dus conform de wet dient die politieke organisatie zich opnieuw te registreren. En dat is ook wat de Nationale Partij Suriname heeft gedaan. Ze hebben conform de wet een verzoek ingediend bij het OKB voor opnieuw registreren. Zoals de wet dat vereist, wanneer een politieke organisatie een verzoek doet tot registratie in het openbaar register, is het OKB genoodzaakt om te gaan toetsen op basis van de taken haar toebedeeld in die wet. En bij die toetsing hebben we gemerkt dat die politieke organisatie op 1 punt niet voldeed. Als aan de statuten vermeldde 1 van de belangrijke vereisten of de dwingend rechtelijke vereisten van de wet niet. En die politieke organisatie is door het onafhankelijk kiesbureau in de gelegenheid gesteld om dat in orde te maken en wederom aan te bieden aan het OKB, zodat de registratie kan plaatsvinden. In de samenleving, we hebben de mediaberichten ook gevolgd, blijkt heel wat misvatting te bestaan. Er wordt gesproken over weigering van NPS. Het OKB heeft NPS nooit geweigerd. NPS is in de gelegenheid gesteld om die leemte in haar statuten weg te nemen, in orde te maken, en dan gaat de registratie plaatsvinden. Dat is wat er speelt. En het is geen natrap aan voormalige OKB, want voormalige OKB heeft hetzelfde gedaan. In 2010 is op dit decreet politieke organisatie een staatsbesluit geslagen ter uitvoering van enkele bepalingen van het decreet politieke organisaties. En in dat staatsbesluit wordt aangegeven dat
hoe het onafhankelijkheidsbureau de toetsing dient te verrichten. Trouwens, in de decreet, er bestaat ook heel wat twijfels en discussies over mag OKB toetsen of mag OKB niet toetsen. Ik verwijs aan ieder naar het decreet politieke organisaties, waarin duidelijk is aangegeven dat er een toetsing plaatsvindt, dat beoordeling plaatsvindt, dat is het woord. Beoordeling is niets anders dan toetsing. Je gaat de documenten beoordelen. En in de afgelopen periode, vanaf 2015, en ik heb zeker 6 politieke organisaties gelist, die ik bij naam niet wens te noemen, maar ik zal u een indicatie geven wat zich heeft plaatsgehad. 11 maart 2015 is een politieke organisatie ook geweigerd op basis van het niet voldoen aan artikel 2 onder punt A en B van de decreet politieke organisaties en niet voldoen aan artikel 6 van de decreet politieke organisaties. 11 maart 2015, toen was dit OKB-team er niet. Dezelfde beoordeling heeft op 17 maart 2015 ook plaatsgehad. Daar is een andere politieke organisatie aangeschreven om haar statuten te gaan wijzigen omdat die niet voldoet aan de artikelen 2 onder punt B en artikel 6 van de decreet politieke organisaties. 20 augustus 2019. Een derde politieke organisatie is ook aangeschreven om haar statuten in lijn te brengen met artikel 2 onder punt C en artikel 6 van de decreet politieke organisaties. Op 18 maart 2020, 2 maanden voor de verkiezingen van 2020, krijgt een politieke organisatie ook een brief waarin wordt aangegeven je kan vooralsnog niet geregistreerd worden omdat je statuten niet conform de wet is. En daar ging het om dat artikel 2 onder punt B niet werd voldaan, aan de vereisten van artikel 2 punt B of onder B niet werd voldaan. Op 20 maart, 2 dagen daarna, 20 maart 2020, werd een andere politieke organisatie aangeschreven dat die vooralsnog niet geregistreerd kan worden, omdat de statuten, de vereisten van artikel 2, B en C niet bevatten. Dus dit is geen nieuw ding wat wij gedaan hebben richting NPS. Het is een beoordeling die al 10 jaar zeker plaatsvindt. Vanaf 2010, toen het staatsbesluit in het leven is geroepen, vindt deze beoordeling plaats. En de registratie van politieke organisaties in het openbaar register vindt ook vanaf 2010 plaats, omdat het register toen in uitvoering kwam, middels dat staatsbesluit. Voorheen, voor 2010, bestond dat register er niet, omdat het model van dat register pas bij dat staatsbesluit van 2010 is vastgesteld. Dus wat dit OKB-team heeft gedaan, geschreven aan de politieke organisatie de Nationale Partij Suriname, om haar statuten in lijn te brengen met de vereisten van de decreet politieke organisatie, is geen nieuwigheid. Voorheen, ik heb u net voorgehouden een aantal gevallen waar dit zich reeds heeft plaatsgehad.